Ken je ze? Van die vage doelen? Ik wil graag werkervaring opdoen. Of in het nieuwe jaar ga ik vaker hardlopen. Dat soort doelen worden zelden behaald, omdat ze veel te breed zijn. Wat wil je nou echt? En hoe wil je dit gaan bereiken? Met een goed geformuleerd doel kun je jezelf beter ontwikkelen. Maak je leerdoelen daarom smart. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Ik ga je uitleggen hoe je dit doet. Sterk in je werk, de videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. Leerdoelen zijn een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling. En een goed geformuleerd doel is beter te ontwikkelen. Maak je leerdoel daarom smart, in 5 stappen. Ik leg het je uit hoe je dit doet aan de hand van een voorbeeld. Op naar stap 1. Begin met je doel specifiek te maken. Beantwoord daarvoor deze 5 vragen. Wat wil ik bereiken? Wie is hierbij betrokken? Waar ga ik dit doen? Wanneer ga ik dit doen? En waarom wil ik dit bereiken? Stel, ik volg een opleiding tot verpleegkundige en wil later in het ziekenhuis gaan werken. Een specifiek doel is dan bijvoorbeeld: ik wil meer werkervaring opdoen als verpleegkundige voor mijn cv. Daarom ga ik in februari in het ziekenhuis een stage lopen. Kijk, dit doel is specifiek en geeft antwoord op alle 5 de vragen. Hier kan ik dus goed mee aan de slag. Tijd om door te gaan naar stap 2. Maak je doel meetbaar. Hoeveel moet er gedaan worden? Hoe ga je dat meten? En wat is het eindresultaat? Zo weet je precies wanneer je doel behaald is. Bijvoorbeeld, ik wil in mijn stage minimaal 3 patiënten zelfstandig verzorgen. Dat is lekker concreet en meetbaar. Op naar stap nummer 3. Een doel moet natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Je moet er iets aan hebben. Dus zorg ervoor dat het doel acceptabel is. Als ik bijvoorbeeld in de zorg werk, heb ik er niks aan als ik opeens een financiële opleiding ga volgen. Met een doel dat wel acceptabel is, sta je er zelf helemaal achter. En je leidinggevende ook. We gaan door naar stap 4. Houd je doel realistisch. Je wil niet dat je doel te makkelijk of te moeilijk is. Anders is het lastig om gemotiveerd te blijven. Check dus of de stappen die je moet zetten haalbaar zijn. En of je alle kennis en middelen in huis hebt om je doel te bereiken. Blijf dus altijd eerlijk tegen jezelf en kies niet een doel dat te hoog gegrepen is voor jou. Dat houdt je doelen realistisch. De laatste stap die je zet voor een smart doel is door je doel tijdgebonden te maken. Dat betekent dat je voor jezelf een deadline stelt. Wanneer ga je beginnen en wanneer heb je die finishlijn behaald? Dus, heb jij een doel voor ogen? Maak je doel smart. En je zult merken dat dit het behalen van je doel leuker en beter maakt. Dus zet hem op. Heb jij een van onze andere video's over persoonlijke ontwikkeling al gezien? Abonneer op ons kanaal en mis er geen één. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.